Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Marketing Report. I hate that the media's, you know, they're trying to control our minds. What the truth? You can't handle the truth. Dit is de Dutch Media Podcast met David de Jong en Taco Jelgersma. De podcast over marketing, media en telecom. Welkom bij de 12e aflevering van de Dutch Media Podcast. De eerste aflevering van ons tweede seizoen. Deze aflevering wordt op 5 september 2023 opgenomen. We hebben vandaag veel te bespreken. We hebben vandaag te gast Rolf van Houten. Hij is Business Development Director bij Serviceplan Groep. En daarnaast spreken we over de radioontwikkelingen zoals Joe en Radio for All. Verder spreken we over dat reclame voor online gokken toch mogelijk is. Het vertraagde NMO-onderzoek en Odido. Welkom. Goedemiddag, Taco. Goedemiddag, David. We hebben te gast Rolf van Houten, Business Development Director bij de mediabureaugroep Serviceplan. Voor wie jullie niet kent, kan je zelf een Serviceplan introduceren? Goeie vraag, dank je wel. Nou goed, ik ben Rolf van Houten, verantwoordelijk voor Business Development bij de Serviceplan Groep in Amsterdam. Eigenlijk in Nederland. En ik kan me best voorstellen dat nog niet iedereen ons kent in Nederland. En dat komt eigenlijk omdat wij onderdeel zijn van de Serviceplan Groep. En de Serviceplan Groep is eigenlijk de grootste onafhankelijke bureaugroep van Duitsland. We zijn er gestart in 1970, echt als onafhankelijk bureau. En in de afgelopen jaren heel erg sterk aan het kijken naar internationale expansie. Nou, en dat hebben ze eigenlijk gedaan door heel goed te kijken naar, wat zijn nou sterke lokale bureaus met eenzelfde DNA en eenzelfde identiteit eigenlijk in de markt. En hoe kunnen we die toevoegen aan onze groep? En dat is denk ik in 2020 geweest. En toen is toen de tijd het toenmalige Media Explain, dat misschien wel bekend is als mediabureau in Nederland, hebben wij ons eigenlijk aangesloten bij de internationale serviceplangroep in Duitsland. En wat doe jij, als ik van vraag, als Business Development Director? Dat is een hele mond vol altijd, ja. Dat soort termen. Ja, ik heb zelf altijd wel een hekel aan alle ingewikkelde termen die er soms in onze branche gebruikt worden. Maar goed, daar moeten we denk ik in meegaan, omdat het gebruikelijk is. Maar als je hem heel plat slaat, gaat het met name om eigenlijk het allereerste aanspreekpunt in nieuw business trajecten. En dat kan zijn van grote internationale pitches met onze internationale collega's, tot aan heel simpel een belletje van een nieuw merk dat binnenkomt die zegt, ik ben op zoek naar een nieuw mediabureau. Maar ook je mee bemoeien met eigenlijk alles wat we op het gebied van externe communicatie doen. Want uiteindelijk ben je als bureau net zo goed als dat je extern zichtbaar bent. Ja. Dus dat is hetgene wat op mijn bordje ligt. En daarnaast bemoei ik me heel graag met heel veel lopende zaken binnen ons bureau. En met heel veel leuke klanten waar we voor mogen werken. Je weet alles. Kun je een voorbeeld geven van klanten die je in de afgelopen jaren dan gekregen hebt sinds het aansluiten bij die groep die je anders niet gekregen? Of waarvan je denkt, ik had echt minder kans gemaakt als ik niet die internationale alliantie had gehad? Ik denk dat dat wel een goede vraag is. Kijk, wat je natuurlijk merkt, en dat is natuurlijk niet alleen wat er in Nederland gaande is, maar denk ik in heel Europa of eigenlijk in heel de branche, is dat heel veel merken steeds internationaler worden en ook steeds meer behoefte is aan eigenlijk een stuk internationale sturing, omdat de consument in Nederland misschien best wel heel erg lijkt op de consument in Duitsland. En aan de andere kant heb je denk ik ook heel erg sterk een ontwikkeling in technologie, waar je als lokale speler niet altijd diep genoeg zakken hebt om die lokale techniek goed verder door te kunnen ontwikkelen. Dus dan is het heel fijn dat je dat gezamenlijk kan doen. Dus dat is denk ik een heel groot onderdeel van internationalisering. Namelijk gewoon het feit dat je 3500 collega's in Duitsland erbij hebt met een andere expertise. Ja. Om even terug te komen op de vraag wat ik daarin... we zijn recentelijk sinds 1 januari bijvoorbeeld aan de slag gegaan voor CNA. Nou, dat is een pitch die gelopen heeft uit mijn hoofd 26 verschillende landen in Europa. Ja, dat zijn opdrachtgevers die we anders nooit hadden kunnen bedienen vanuit enkel Nederland. Daarnaast werken we ook in een vergelijkbaar construct voor BMW Mini. Waar ook eenzelfde soort centralisatie geldt. Ja, we willen een centrale strategie, maar die executie, en dat is denk ik het allerbelangrijkste, moet erg lokaal plaatsvinden. Want lokaal maak je het verschil voor dat soort merken. Want gelukkig is een Nederlandse consument toch net weer even ietsje anders dan een Deense of dan een Duitse of dan een Franse consument. En die lokale kennis kunnen wij denk ik met onze expertise heel goed toevoegen. Dus dat zijn denk ik twee hele mooie voorbeelden van klanten die anders niet zo snel bij ons terecht zouden komen.
Als je het hebt over die tooling, hè, want je hebt natuurlijk niet alleen die 3500 collega's in Duitsland, maar die brengen ook tooling met zich mee. Kopen jullie die tooling in bij grote partijen? Of is dat, of wordt er echt zelf ontwikkeld? Wordt er echt zelf gehackt om dingen te bouwen? Nou, ik denk dat in principe, als je het zo zegt, dat denk ik 95% echt eigen ontwikkelde tooling is. En dat is waar je als bureau je ook kunt onderscheiden van je concurrentie. Kijk, een tool inkopen kan eigenlijk in principe iedereen. Maar juist het toepassen van kennis en het bouwen van eigen modellen, bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van AI, maar ook de ontwikkeling van machine learning, dat is echt iets wat je vanuit de kracht van je eigen organisatie moet doen en het toepasbaar moet maken op de situatie die er is. Dus dat doen we heel graag. En daar leveren gelukkig vanuit Nederland ook een hele goede bijdrage in om dat voor elkaar te kunnen krijgen. Maar dan, jullie noemen je House of Communications. Vroeg maar, House of Communications, zonder de S. Enkelvoud. Maar tegelijkertijd hebben jullie naast de traditionele mediabureaufunctie, hebben jullie ook de reclamebureaufunctie. Dus in feite, ja, ik weet niet of dat onder House of Communication wordt verstaan, maar jullie bieden, jullie schakelen op meerdere borden, zeg maar. En, of, hoe werkt zoiets? Nou, een terechte vraag die je stelt. Kijk, we hebben het over House of Communication, dat is eigenlijk de plek waar we werken. We hebben meerdere House of Communication, wij dan toevallig in Amsterdam, omdat we daar gesitueerd zijn, maar bijvoorbeeld ook in München, in Berlijn, in Hamburg. Ja. Allemaal locaties waar een House of Communication is, en binnen dat House of Communication zijn meerdere labels of meerdere agencies vertegenwoordigd. In Nederland hebben we het dan over Media Plus. Media Plus is ons mediabureau, dus dat is echt verantwoordelijk voor mediaadvisering en mediastrategie. Aan de andere kant van het spectrum, Serviceplan. Dat is ons creatieve label, dus dat kun je echt zien als een reclamebureau die zich bezighoudt met alle andere creatieve vraagstukken. En in het midden daartussen eigenlijk als een soort enabler is Planet. En Planet houdt zich met name heel veel bezig op datavraagstukken. Maar bijvoorbeeld ook op het gebied van CRM of op het gebied van website toepassingen. Dus echt als een enabler. Hoe kunnen we nou aan de ene kant de media en aan de andere kant creatie samenbrengen met slimme plannen en met slimme datastromen. En ervoor zorgen dat hetgene wat gemaakt wordt ook daadwerkelijk bij de juiste consumenten terechtkomt. Waar is die ontwikkeling? Kijk, ik begrijp dat je als je in een bepaalde keten zit, dat je probeert om te integreren. Hè? Dat je probeert om, of hè, dus jullie samengang met de Duitse collega's, dat is eigenlijk horizontale integratie. Hè? En het feit dat je ook in de creatie gaat, is eigenlijk verticale integratie. Nou, waar is die begonnen in de industrie? Waar heeft iemand bedacht, we moeten zelf creatie in huis hebben? Nou, het is denk ik geen moeten. Dat is denk ik wel een hele belangrijke, omdat de verschillende labels of verschillende onderdelen van ons House of Communication afzonderlijk ook even sterk zijn. Dus het is geen gedwongen winkelnering. Het is absoluut niet zo dat je de hele reeks moet afnemen, om het heel plat te zeggen. Maar wat we op een gegeven moment merkten, en dat is denk ik ook iets wat je in de industrie veel vaker ziet, is dat opdrachtgevers bij ons aankwamen. Zeiden, joh, ik heb een mediabriefing. Ja, mediabureau, ga ermee aan de slag. En dat ze dan exact diezelfde briefing een paar deuren verderop gingen vertellen aan hun creatieve bureau. En dat ze daarna nog even doorreden om het te vertellen aan hun PR-bureau. Ja, toen dachten wij, en dat is natuurlijk niet een hele gekke ontwikkeling, dat kan een stuk efficiënter en kan een stuk makkelijker. Dat kan aan de ene kant zijn door al die bureaus samen te brengen. Dus door een gemeenschappelijke briefing te hebben waar je met meerdere bureaus aan de tafel zit. Maar aan de andere kant ook zijn door een klant een stuk te ontzorgen. Door te kunnen zeggen, joh, maar als je nou toch dat vraagstuk hebt, dan kunnen wij ook nog wel kijken naar het creëren van die assets. Of kunnen we er ook voor zorgen dat op het moment dat we een goed mediaplan hebben waar een bepaalde banner bij hoort, of een bepaalde printadvertentie, dat we die ook voor je kunnen vervaardigen. En ik denk dat uiteindelijk dat het voor heel veel, zeker voor de merken waar wij voor mogen werken, dat het vaak heel veel een kwestie van ontzorgen is en die regie nemen over hetgene wat ze aan het doen zijn, zodat het bij elkaar gaat optellen. En ik denk dat dat uiteindelijk de meest belangrijke reden geweest is waarom je veel meer integratie ziet op dat vlak. En soms is het ook best wel een beetje diffuus. Hè? Wanneer heb je het nou over creatie? Wanneer heb je het nou over media? En je wilt het liefst, zeker voor merken die niet de allergrootste zijn, dat die elkaar versterken. En dat kan veel makkelijker op het moment dat je daar zelf de regie in hebt. En dat is denk ik heel fijn. Er zijn eigenlijk drie disciplines. Hè? Hoeveel procent van jouw klanten ruwweg neemt naar alle drie die disciplines exclusief bij jou af? Dus die hebben geen externe creatiebureau of geen die doornemen alles bij jou. Want ja, ik gevoelsmatig vind ik plannen, zeg maar, zeker omdat het heel erg data-driven is tegenwoordig, toch iets heel anders dan creatie. Ja, niet als het gaat over het formaat aanpassen, maar als het gaat over de campagneboodschap, over copywriting, zeg maar zeggen. Dat is echt een heel ander soort discipline dan plannen. Nee, het is ook een heel ander DNA. En ook in type mensen alleen. Ja. Maar wat je wel ziet, en dat is denk ik hetgene waar het elkaar kan versterken, is dat zelfs creatie ook steeds meer data-driven wordt. Zeker op het moment dat je over digital hebt.
Je kunt heel simpel, of zoals je precies hetzelfde, je kunt heel snel de effecten zien van hetgene wat je inzet. En soms kan het dan heel makkelijk zijn, ik sla mij veel plat om te zeggen, joh, we passen twee copylines aan en we kijken wat het effect dan is op bijvoorbeeld de klikratio, of we kijken wat het effect is op de doorkijkratio binnen YouTube. Of dat soort aanpassingen wordt daar steeds meer gedaan. En ik ben het wel met je eens. Ik denk dat het grootste deel van onze grootste opdrachtgevers echt nog wel een separaat creatiebureau heeft. En ik denk dat dat ook heel goed is. Ja. We kunnen elkaar versterken. Maar je ziet dat de kleinere merken, dat is niet de kleinere merken, maar merken die een meer uitdagend budget hebben, het soms een stuk prettiger is om het allemaal binnen één bureau te beleggen. En die kunnen wij prima bedienen. En we zijn absoluut nog niet op het niveau waar we daar op willen zijn. Maar daar zit denk ik wel een hele mooie groei in. En nogmaals, we werken ook heel prettig samen met heel veel andere creatieve bureaus. Graag zelfs, maar hetzelfde geldt ook voor media. Daar werken we ook samen soms met gespecialiseerde performancebureaus of met een gespecialiseerd social bureau of met een ander type bureau. Maar het is wel, neem ik aan, wel één kant. Het is waarschijnlijk wel zo dat je planning doet voor partijen die eigen creatie doen of creatie elders hebben belegd. Maar het is eigenlijk nooit zo dat je creatie doet voor iemand waar je geen planning voor doet. Kan ook zelfs, ja. Ik denk dat eigenlijk elke vorm wel op een of andere gekke manier wel bij ons... ik denk dat het dan een mooi voorbeeld is. Er zijn ook klanten waar we al jaren vanuit creatie voor werken. Maar op een gegeven moment het er ook wel aan denken zijn, joh, ik koop dat nu altijd zelf in. Hoe kan ik dat toch slimmer of kan ik dat toch anders doen? En soms is het dan alleen maar dat even een specialist bij ons vanuit media meekijkt om te kunnen zeggen, oh ja, maar misschien als we dat zo doen, lieve klant, dan gaat het een stuk efficiënter. Dus het is een wisselwerking, maar het is absoluut, en dat wil ik wel benadrukken, geen gedwongen winkelnering. En het juist heel erg fijn dat, zeker in het creatieve stuk, dat er heel veel goede andere bureaus zijn waar je ook heel prettig mee kan samenwerken. En is het soms wel lekker dat je daar even wat kennis over hebt. Maar je hebt wel jij als business development pinpoint, zeg maar, jij zit wel over die drie disciplines heen. En account directors en weet ik veel hoe je ze, al die mooie namen, die zitten allemaal ook over die disciplines heen. Hoe moet ik dat me voorstellen? Hoe werkt dat? Ik denk uiteindelijk als je zeg maar kijkt naar onze huidige business. Wij zijn heel sterk in media. En media is voor het grootste deel nog wel steeds de kurk waarop het grootste deel van de organisatie drijft. Als je diezelfde vraag zou stellen over 5 jaar, denk ik dat ik een heel antwoord geef. Maar dat is natuurlijk ook wel logisch. Dat is onze heritage. Dat is hetgene waar we vandaan komen. En heel veel klanten bedienen we SEC vanuit media. Wat dat hetgeen is wat van ze kennen en waar we altijd mee bezig zijn. Dus je ziet wel dat ook in business development, maar je ziet ook in de uitnodiging van de meeste pitches die je krijgt. Ja, zijn dat absoluut over het overgrote deel media pitches. Maar dan zie je wel vaak dat er ook dan wel gevraagd wordt, joh, maar als we dan met een mediaplan bezig zijn, kunnen jullie ook nadenken over de assets? En kunnen jullie ook nadenken, als er dan een homepage stack overgemaakt moet worden, kunnen jullie dat dan ook? Dus ik denk dat je het veel meer zo moet zien. En ook vanuit de organisatie zijn we dus nog steeds meer gericht vanuit media. Dus mensen met veel mediakennis waar we ook kunnen adviseren op het gebied van creatie. Maar goed, over 5 jaar of over 3 jaar, ik weet niet hoe snel het gaat, zou die puzzel er waarschijnlijk anders uitzien. Want de wereld verandert en wij ook. Mag ik toch over die verandering wat vragen? Want je had het net even aangestipt. Jullie komen eigenlijk voort uit het Nederlandse bureau Media Explain. Ja. Dat is van 2-3 jaar geleden overgenomen, als ik het goed zeg. En ja, je kan zeggen, hè, nu zit het hoofdkantoor in Duitsland in feite. En dan zie je dus, waar ik heel benieuwd ben, want je werkt, als ik het goed zeg, ook al toen bij het bedrijf. Klopt, inmiddels nu 6 jaar. Ja, en ik ben heel erg benieuwd hoe jij het verschil ziet tussen een puur Nederlands bedrijf toen en nu onderdeel zijn van dat internationale verhaal en wat de voor- en nadelen zijn. Jullie heette toen anders, geloof ik, Media Explain, als ja, ik het goed zeg. Te meer ook, want ik zie nu ook, met name dan meer in de reclamebureauwereld, dat er steeds vaker mensen, met name de afgelopen maanden kregen wij aankondiging van mensen die dan na 1 jaar of hoeveel jaar het ook is, na overname, zeggen, we gaan weer voor onszelf beginnen. Maar ik ben benieuwd hoe jij die ontwikkelingen daarin ziet. Nou, ik denk uiteindelijk, en misschien is dat een beetje een herhaling van wat ik in de intro vertelde. Maar wat je heel erg sterk ziet, is dat die media natuurlijk steeds globaler aan het worden wordt. Als je kijkt naar de invloed van heel veel grote techpartijen, maar ook heel veel de invloed van heel veel grote internationale publishers, zie je dat die wereld steeds internationaler wordt. Dus ik denk uiteindelijk dat je een beetje in een soort kritieke fase zit als lokaal bureau, of dat je meegaat in die internationalisering. Als je een x-aantal grote klanten zou willen gaan bedienen in de toekomst. En wat wij heel erg gemerkt hebben aan onze kant is, en dat is denk ik het fijne, misschien is dat wel goed om even uit te leggen. Serviceman Groep is een groep. Dat houdt in dat
in elk land waar we een House of Communication hebben, dat daar lokale partners zijn, lokale aandeelhouders zijn die nog onderdeel uitmaken van de dagelijkse bedrijfsvoering. Ja, en dat is denk ik echt een wezenlijk verschil met de grote internationale netwerken waar de baas in New York of in Londen bepaalt, Parijs, of in Parijs, waar de baas daar bepaalt hoe de business op lokaal niveau wordt gedraaid en voor welke klant je mag werken. Wij hebben, en dat is... Wij hebben managing partners. En dat maakt het echt, een wezenlijk verschil. Aan de ene kant omdat je heel erg het DNA van je bedrijf kunt, of tenminste de cultuur van je bedrijf kunt vasthouden. Hier staan we voor, dit vinden we belangrijk, deze richting gaan we in. Maar aan de andere kant, en dat is denk ik voor heel veel van onze opdrachtgevers heel fijn, dat er ook echt een commitment is vanuit het management. Ja. En die er niet alleen maar zitten voor omdat ze een salaris krijgen, maar die zitten er omdat ze geloven in die onderneming en ze geloven en ze mee erin delen, ja. En ik denk dat dat heel fijn is. En wat recentelijk, ik kan helaas niet zeggen voor wat, maar een belangrijke pitch. Maar uiteindelijk waar je gewoon merkt dat onze managing director gewoon kan zeggen, jongens, op het moment dat we dit commitment met elkaar niet halen, mag je mij bellen, mag je mij hierop aanspreken. Ja. Want ik zit er over 5 jaar nog, want ik zit hier voor de long run. Want ik zit hier omdat ik geloof in dat bedrijf. Ja. Ik denk dat dat een heel groot verschil is met de netwerken die dat op een andere manier georganiseerd hebben. Ja. En terugkomend op je vraag, sorry, was een beetje een zijpad. Terugkomend op wat merk je daar in de dagelijkse business van? Nou, ik denk dat we de kans hebben om te mogen werken voor opdrachtgevers waar we in het verleden niet die grootte hadden. Ik denk daarnaast dat het heel mooi is dat we mee kunnen gaan in de internationalisering van met name toolings of met name ontwikkeling op het gebied van AI of tech. Dat is heel erg interessant. En misschien is dat een beetje een persoonlijke noot, maar ik vind het ook wel heel gaaf om... ik zit denk ik één keer in het kwartaal in München. Ja, geweldige stad. Mooi kantoor. Hele lieve collega's. Dus dat is ook nog wel eens een keer een groot voordeel, hoor. Blijf je daarmee wel... Want die internationale merken zijn natuurlijk... Dat is echt groot, inderdaad, snap ik. Maar de lokale merken die we alleen maar in Nederland hebben... die meerwaarde kan je blijven bieden of? Blijven ze bij jullie? Ik denk dat de... hoe zeg je dat? Ik denk dat het grootste verschil is dat je... Als bureau is je werk leuk op het moment dat je een goede, gezonde balans hebt tussen lokaal en internationaal. Mm-hmm. En ik wil niet zeggen dat de ene klant mij meer... Hoe zeg je dat netjes? Meer lief is dan de ander. Maar ik vind altijd een heel fijn voorbeeld. We werken voor Gulpener. Ja, als je bierliefhebber bent, is sowieso het lekkerste bier van Nederland. gebrouwen in Gulpen, echt het uiterste puntje van Zuid-Nederland. En denk ik de meest betrokken... Moeten wij onmiddellijk zeggen dat Heineken en andere biermerken net zo lekker zijn? Daarom. Dat doen niet aan reclame. Anders krijg je dat waarschijnlijk voor elkaar. Ja, maar goed, ik ben ook niet objectief. Ja. Maar wat je daarin merkt... En wijn is ook lekker trouwens. Wat je daar heel erg in merkt, is dat het een bedrijf wat echt... Dat is al 8 of 9 generaties van dezelfde familie zijn betrokken, zijn dagelijks betrokken. En wij werken daar met zo gigantisch veel plezier voor, omdat je die ondernemers drive aan de andere kant heel erg merkt. Denk over elke euro na of dat het hun eigen euro is. Dat is namelijk ook zo. Ja. En die balans is heel mooi. En aan de ene kant een Hornbach en een BMW. En aan de andere kant een Gulpener. En die balans maakt het heel erg leuk om te werken in media. Maakt ons denk ik als bureau ook uniek. Als je alleen maar internationale klanten zou hebben, zou het niet leuk zijn. Maar alleen maar hele kleine lokale klanten ook niet. Dus die balans is het tofste. Ik wil even iets heel anders aanstippen als het mag. Daar zitten we voor. Even weg van de klanten. Namelijk de media waar jullie mee werken. Elke zoveel tijd komen de cijfers en die zijn nu weer gekomen in de afgelopen week eigenlijk. En dan zie je dat televisie eigenlijk een klap heeft gekregen. Tijdens corona was het natuurlijk ook een min het eerste jaar, maar daarna ging het enorm omhoog als het gaat om de omzetten. Maar afgelopen half jaar ineens een daling van 4,3% voor €441 miljoen. Vandaag werd bekend dat radio wel blijft stijgen. Maar met name televisie, je ziet daar een enorme tariefstijging die is doorgevoerd in januari. Hoe zie jij die markt? Wat is daar gaande in jouw... Het is natuurlijk wel een interessante ontwikkeling, omdat je eigenlijk jaar op jaar ziet, minus de corona-invloeden, waar we toch allemaal net even wat ander gedrag hebben laten zien. Ja. Je ziet het aan de flitsbezorgers, waar we toch allemaal wat ander gedrag hebben laten zien dan wat eigenlijk wenselijk is. Dan dat je nu weer ziet. Dus wat je eigenlijk ziet jaar op jaar is dat de... Moet ik het goed zeggen, is dat eigenlijk de tv-kijktijd, namelijk naar de echte tv kijken, neemt af. Maar aan de andere kant, en dat is wel een interessante ontwikkeling, zie je dat de hoeveelheid schermtijd al jaar op jaar toeneemt.
Het is nu iets gedaald, maar maakt niet uit. Ja. Ja, nou ja, goed. Als je kijkt naar... Mediagebruik neemt ja. toe. Ja, maar als je ook bijvoorbeeld kijkt naar de consumptie van onder andere social, maar ook kijkt naar wat doen we in digital out of home. Ja. Er zijn natuurlijk steeds meer touchpoints gekomen waar je op merk op kunt communiceren. Dus niet exclusief video of tv. Nee, ja. Nee, dus als je dat in de breedte ziet, zie je daar wel erg die ontwikkeling in. En ik denk uiteindelijk dat het veel meer gaat om... waar we natuurlijk vroeger ons heel erg blind staarden op bereikcijfers... en op de big numbers game. Wordt het als bureau, maar ook als merk wordt het veel interessanter... om te kunnen kijken wat zijn nou echt die momenten... waar ik echt die aandacht van die consument kan pakken. En wellicht heeft dat ook wel een effect dat het mediagebruik daarin is... wat is in verschoven. En gaat het misschien niet meer om alleen maar de grote numbers... maar gaat het om... wanneer kijkt iemand met aandacht naar mijn boodschap? En kan je daar iets... Want we hebben hier iemand van Kantar destijds te gast gehad aan de ene kant... die hun eigen, voorheen Memo 2, ja. hun eigen manier van het merkenonderzoek... ik weet niet of jullie daar ook klant bij zijn, maar... En aan de andere kant hebben we dus de NMO, kijkonderzoek... die vorige week is gelanceerd in de nieuwe opzet. Helpt dat? Nou, ik denk dat we met als industrie nog wel... daar nog wel zeker stappen in kunnen maken. Ik denk dat we heel erg gewend zijn te kijken naar ouderwetse metrics... als in bereik of in 1+ bereik of 3+ bereik. Of ook in de nieuwe opzet? Nou, ik denk zeg maar als in de basis dat heel erg is... hoe we gewend zijn naar media te kijken. Kijk, en uiteindelijk is dat een ontwikkeling die nog in gang gezet wordt. Heel simpel, op het moment dat je over digitale campagnes hebt... wordt ook nog steeds gekeken naar uitkijkratio. Ja, maar ik weet niet met wat voor aandacht iemand hier naar gekeken heeft... Sterker nog, het kan ook zijn dat diegene net even wat anders is gaan doen. En dat zag je natuurlijk in tv ook. Dus het zou veel mooier zijn als we als industrie straks kunnen... naar bijna een soort standaard waar we gaan kijken... wat is nou de aandacht geweest die iemand naar een bepaalde boodschap heeft gekeken. Dat we dat kunnen verdisconteren in de prijs. Hoe meet je dat? Maar goed. Ja. Nou ja, dat is dan de volgende discussie. Daar zijn natuurlijk wel wat dingen mogelijk op het gebied van eye-tracking... of op het gebied van andere soorten zaken. Maar ik denk dat dat op termijn veel interessantere metrics gaan zijn... om naar te kijken dan puur naar bereik of hoe vaak is mijn... Amri vertoont op het straatbeeld, of et cetera. En maar heb je enig idee, ik weet niet of je het zo kunt zeggen, waarom het zou zijn dat... vanaf 1 juli hebben we dat gokverbod. Ik heb wel begrepen dat online gok, reclame voor online gokken. Ja. Ik moet ze online kans spelen, zeggen trouwens. Ja. Michel van der Voort. Van Michel van der Voort. Misschien Voort. Maar... Dus dat zal een effect hebben, maar waarom er een verschuiving naar radio lijkt. Dus in ieder geval, waarom blijft radio groeien en daalt lineaire televisie? Nou, ik denk dat radio nooit echt weg geweest is. Ik denk alleen dat de momenten hebben we natuurlijk nu ook, het wordt op een andere manier gemeten. Dus je ziet dat je daar ook wel wat verschuivingen krijgt in hoe er naar content wordt gekeken. En ik denk uiteindelijk dat misschien wel de grootste verschuiving in de resultaten heeft. In februari inderdaad, precies. Dat nieuwe luisteronderzoek. Ja, en ik denk dat uiteindelijk, en nogmaals, dit is niet helemaal mijn expertise. Ik heb veel meer mensen bij ons in team, mensen die deze vraag waarschijnlijk 100 keer beter kunnen beantwoorden. Maar ja. de radiobestedingen stijgen dus... En de televisiebestedingen dalen. Het gaat natuurlijk wel schaal 1-4, hè? Bedoel, ja, kijk, wat je natuurlijk wel ziet... en dat is, ik weet niet of dat dan de verklaring is... maar het kunnen produceren van een radiospot... is natuurlijk ook vele malen kostenefficiënter. En op het moment dat je daarnaar kijkt... dat kunnen ook wel eens wat overwegingen zijn... waar je ziet, we laten toch die verschuiving... en wat natuurlijk altijd wordt geroepen... tv zit over een heel groot deel vol. Prijzen gaan een stuk omhoog. Dat zorgt er wel voor dat sommige adverteerders wat huiveriger zijn... Bij het inzetten. Maar ook de economie. Nou ja, dat kan. Je merkt natuurlijk wel vaak als je overal hoort... mensen gaan minder kijken... dat het op een gegeven moment een self-fulfilling prophecy wordt... dat mensen uiteindelijk denken... oh, dan switch ik maar naar radio. En dat is soms een hele gekke, beweging die je daarin ziet. Ja, maar dat is wel ook iets waar ik nog benieuwd naar ben. Want het is niet alleen radio. We hebben natuurlijk nog buitenreclame. We hebben digitale streaming media... die tegenwoordig soms ook adverteerders kunnen hosten. En social media... Maar hoe werkt dat voor jou richting klanten? Want ja, je kan het zo gek maken als je wil... met ook het budget af en wat je wil bereiken als merk, zeg maar. En ben benieuwd, hoe gaan jullie daar vandaag de dag mee om? Gezien deze ontwikkeling die we net... Dat is eigenlijk ons werk. Dat begrijp ik, daarom vraag ik dat. Nee, nou, er is niet één antwoord op te geven.
Ik denk of ik vind dat het heel erg afhangt van je opdrachtgever of je merk, maar ook heel erg misschien nog wel flauwer in de doelgroep. En wat het wel steeds meer in staat stelt, is echt op die doelgroep een deep dive te kunnen maken. Hoe ziet nou die mediaconsumptie eruit en welke touchpoints passen daar het beste bij? Maar misschien ook wel in de fase van het leven waarin iemand zit of wat passend bij het is bij het product. Dus wat je nu steeds meer ziet, is dat wij in ons advies, en zeker op het moment dat het gaat om scherm of om video touchpoints, dat we veel meer gaan denken vanuit een soort total video strategie. Dus dat je gaat kijken, oké, welke touchpoints hebben allemaal de mogelijkheid om impactvol boodschap over te kunnen brengen? Mm. Nou, dat is in video. Maar video beperkt zich niet enkel meer alleen, zelfs niet tot het lijstje wat jij nu zelf noemde. Dus op het moment dat je kijkt naar bijvoorbeeld ook als je ziet wat er op de digitale schermen in de Amsterdamse, maar ook in de Rotterdamse metro kan. Dat is echt wel impactvol en dat is een hele mooie creatie. Als buitenreclame. Ja, precies. En daar kan je echt wel wat mee. Maar dat is een heel ander touchpoint. En heel simpel, stel dat je werkt voor een drankmerk en je pakt op een vrijdagavond van 8 tot 8 tot 12 pak je dat contact. Ja. Op een druk uitgaansverwerking. Is dat een heel impactvol contact en draagt dat in onze beleving veel meer bij dan dat je gaat kijken naar social posts op datzelfde moment. Dus ik denk dat het heel erg afhangt van A, je opdrachtgever, maar B, ook je uitdaging die je hebt. En C, misschien heel flauw ook wel het budget wat daarin zit. Dus echt uitgaan van total video en niet meer kijken naar tv als single. We hadden discussie, een van de uitzendingen geloof ik, met Screenforce. De stelling was toen van, je kan ook zonder televisie. Oh, hij beweerde van niet, absoluut. Maar als je groot merk bent, absoluut. Dat kan wel. Mijn vraag is altijd, kun je een hele truttige vraag, maar kun je een 2049 AB1 boodschapper met kindmerk bouwen zonder RTV? Zonder TV. Nou, dat is wel een uitdaging. Maar er zijn denk ik ook er zijn ook wel voldoende voorbeelden van merken, die sterke merken die gebouwd zijn zonder TV. Maar, en dat is wel gelijk de maar die je aan toe moet voegen, dat werkt alleen op het moment dat je echt onderscheidend bent in je creatie en in je propositie. Ja. Het is misschien ook een beetje een open deur, maar als je kijkt naar het merk Oatly, die hebben nog nooit een tv-commercial ingezet. Als je ziet hoe sterk die het merk hebben gebouwd met onderscheidende out-of-home reclame, is dat echt een heel sterk merk. Maar die durven anders te zijn op hun verpakking, durven onderscheidend te zijn in de uitingen die ze doen. En dan zie je dat je met een niet-traditionele mediamix ook impact kunt maken. Maar ja, tv is nog steeds en blijft het grootste bereiksmedium van Nederland. En is daar ook heel erg krachtig. Maar goed, er zijn voldoende voorbeelden van merken die het ook zonder tv kunnen. Dus ja, het kan. Betekent het dat jij ook verwacht dat, zeg maar, dat waar we in ieder geval de afgelopen jaren nog steeds, toch iedere keer, ieder jaar, we krijgen allerlei nieuwe dingen, maar de waarde die je krijgt voor je euro in RTV, hè, zeker als je een grote budget hebt, de waarde die je krijgt voor je euro in RTV, die blijft gewoon heel erg goed ten opzichte van alles wat social is of alles wat denk je dat steeds verder zal verschuiven? Denk je dat dat verschil, zeg maar, de effectiviteit in relatie tot je campagne euro, dat die van de televisie steeds verder zal dalen? Dat steeds minder onderscheidend zal zijn? Het zou heel mooi zijn als ik hier een eenduidig antwoord op kon geven. Zeker. Maar ik denk dat de complexiteit ook wel in je vraag zit. Over wat voor effect hebben we het? Ik denk dat op het moment dat je het hebt over echt het bouwen van het merk, dus dat je gaat hebben over je naamsbekendheid of over je awareness, om het lekker in het Engels te kunnen zeggen, dat TV of RTV daar nog steeds een hele sterke bijdrage aan kan leveren. Maar je ziet wel steeds meer de verschuiving, zeker op het moment dat het veel meer gaat om lower funnel effecten. Dus echt op het moment dat het gaat om je sales of je penetratie of andere soorten dingen. Dat je daarin ook sterk andere mediumtypes aan toe moet voegen. En dat die misschien soms wel kostenefficiënter zijn. Maar uiteindelijk, en dat is misschien een beetje een flauwe, gaat het om die balans tussen de verschillende mediumtypes die je inzet. Ik kan me niet voorstellen dat we over 5 jaar alleen maar plannen maken zonder televisie. Maar ik kan me wel voorstellen dat die mix er heel anders uitziet. Als ik naar mijn eigen tv-consumptie kijk, en dan zeg ik tv, maar ik bedoel eigenlijk is het video al niemand. Ja, want dat wilde ik inderdaad zeggen. Op dit moment is Disney Plus. En Netflix zit er in Nederland nog niet met reclamemodellen. Nee. Misschien komt het op een dag. Of denk zie het je wel. Daar kansen ook voor? Want in andere grote landen doen ze het vaak wel. We werken veel, wat ik net zei, met onze Duitse collega's samen. Ja. Daar lopen op Netflix allerlei trials. Het is nog wel heel duur, maar wel extreem. Maar het is aangekondigd extreem, nu officieel dat het echt uitgerold gaat worden. Wel extreem impactvol. En uiteindelijk is dat, en dat is misschien een beetje een semantische discussie. Wat is tv?
En ik denk dat we uiteindelijk... Ja, jij hebt het nu als total video bestempeld. Ja, en ik denk uiteindelijk dat we... Weet je, dat, als je je vraag wil beantwoorden, als ik de vraag wil beantwoorden, hoe ziet dat er in de toekomst uit? Ik denk niet meer dat we het woord tv gaan gebruiken. TV is dat ding wat in de huiskamer staat. Is het apparaat. Is het apparaat. En uiteindelijk gaat het om hoe komt die boodschap tot je? En ja, of dat een video on demand is of een goede... Maar jij verwacht dus dat al die streamers ook in Nederland, in navolging van de grote landen, zeg maar, wij zijn helaas niet meer het pioniersland wat dat betreft, maar dat ze ook in Nederland uiteindelijk gaan zeggen, wij starten gewoon ook met... Als dat in Duitsland werkt, als je ziet hoe ze in Duitsland met het Wrestlable TV bezig zijn, hoe geavanceerd dat is... Ze slaan tegenwoordig wel eens landen over. België is niet altijd in het lijstje meer voorkomend, zelfs niet waar de streamingdiensten worden aangeboden. Nee, klopt. En dat zag je natuurlijk in Nederland ook, met een aantal streamers die toch een stuk later in Nederland geïntroduceerd zijn. Maar we zijn uiteindelijk nog wel een land waar heel veel video wordt geconsumeerd. Ja. Dus daarom wel en zeer digitaal ontwikkeld met een hoge internetsnelheid gemiddeld. Dus wij zijn als markt denk ik daar wel heel erg interessant voor. Wat, tot slot, wat vraagt een klant nooit wat hij eigenlijk zou moeten vragen? Ik denk, en dat is de meest interessante dingen met opdrachtgevers of met klanten worden besproken nadat je een meeting uitloopt. Ah ja. En wat zeggen ze dan? Dat ze en dat heb ik heel erg gemist in de tijd dat we allemaal aan teamscallen waren of aan het zoomen of hoe je het wil noemen. En dat zijn soms, en dat zijn niet de vragen, maar zijn soms de dingetjes waar ze in de praktijk tegen aanlopen. Of dat ze zeggen, joh, ik kom er net bij onze CEO niet doorheen. Oh. Dat zijn, of ik moet net het belang van... Ik denk dat de vraag die ze trouwens heel vaak niet stellen is... Ik moet, nu heel gechargeerd, ik moet sales realiseren. En ik kan mijn directie er niet van overtuigen dat ik eerst een merk moet bouwen. Kun je mij daarmee helpen? En ik denk dat dat de meest niet gestelde vraag is, maar die je soms wel tussen de briefings door een beetje ziet. Je voelt dat de uitdaging van de klant is, maar hij durft het niet te zeggen. Ja, omdat het toch een beetje gênant is. Nou ja, ik denk dat vaak met de mensen waar we mee spreken, dat marketeers zijn. En marketeers het belang snappen. Maar soms daar iemand op directieniveau van moeten overtuigen. Ja, ik stop nu wat in mijn merk en dat gaat niet morgen renderen. Ook niet overmorgen, maar over een half jaar. En dat is denk ik in de Red Race, zeker waar we op dit moment zitten, is dat soms best wel een uitdaging. Dus ik denk dat dat de meest niet gestelde vraag is. En als die wel gesteld wordt, willen we daar prima mee helpen. Dank. Dankjewel. Dank jullie wel. De Dutch Media Podcast. Informatie en een mening met een bite. Joe ging van start op vrijdag 1 september. Het was de lang verwachte start van de tweede zender van DPG Media naast Q-Music. Vooralsnog zijn daar eigenlijk Q-Music jocks te horen, want ze zoeken nog definitieve invulling. Maar het format staat vast. 70er jaren, 80er jaren en 90er jaren muziek gericht op 40ers. Maar er is meer gebeurd op 1 september, want Slam die heeft toch nog een trucje gevonden om in de Randstad te blijven uitzenden op FM in de regionaal kavel. Om te beginnen hiermee, hoe kijk je tegen deze start aan van Joe en die truc van Slam? Ja, ik denk dat het goede nieuws voor iedereen is dat de bestedingen in de radiomarkt op peil blijven schuin-streep stijgen. Het eerste half jaar, ja. Het eerste half jaar. Dus ik hoop voor hen dat het tweede deel van het jaar ook weer zo is. Kijk, het grote voordeel dat natuurlijk iedereen heeft is dat die al die radio's tegenwoordig met RDS en weet ik veel dat mensen ze echt wel dat ze wel zullen kunnen vinden. Hè? Dus dat is al lang gebeurd. Dat gebeurt. Dus dat we nemen dat die geen vandaag op. Meer. Maar de op vraag, de dag dat er nog geen luistercijfers zijn over deze periode. De vraag is natuurlijk wat gaat Joe doen met de populariteit van Radio 10 en Radio 2? Hè? Dat is een beetje hetzelfde soort. Radio Veronica, hoewel die niet goed scoort, vissen ze natuurlijk ook een beetje in. Ja, dus ik denk dat het marktaandeel te halen is bij 10 en bij 2 en niet bij... Veronica. Dan heeft Veronica 0 marktaandeel. Ja, nee, daarom. Nee, maar dus de vraag is, wat gaat het doen met... Dat weten we over een paar weken. Ja, maar de zender staat er natuurlijk nog niet. Hè? Het is in opbouw. Nee, ja, maar het is toch wel knap dat ze het toch wel neer weten te zetten. Aan de ene kant, aan de andere kant, ze hebben natuurlijk het merk vanuit Vlaanderen gebruikt. De logo's zijn nu één geworden ook. Jingles zijn zelfs één. En in België gemaakt. Grensoverschrijdende radio. Ik denk niet dat. Ik bedoel, het is niet één radiostation. Dat is meer efficiëntie dan dat ze bezig zijn om aan een totaal Joe-merk. Dat ben ik niet met je eens. Als je ziet dat Q-Music in Nederland en Vlaanderen is ook één merk. Het zijn wel twee stations. En het scoort in beide landen, gebieden in ieder geval, heel goed.
jij gelooft dat die ervaring die ze in België hebben, een hele serieus, ook format-wise, heel veel voordelen aan de Nederlandse organisatie. Iets anders in Nederland, waar ik denk dat ze zijn van de lange adem. Ze hoeven niet morgen gelijk grootste marktaandeel te halen. En ze, ze zeggen zelf, we hebben 12 jaar de tijd. Nou, zo lang vermoed ik niet, maar ik denk dat ze wel lange adem hebben en dat ze, ja, ze moesten binnen 7 weken het station uit de grond stampen. Q-Music op dag 1 luisteren ook heel weinig mensen naar. Lange adem, dat geldt niet voor Financial News Radio, denk ik. Nee, Sublime heeft op dat kavel inderdaad letterlijk de stekker eruit moeten trekken. Van FM althans, ze gaan door via digitale wegen, waaronder DAB+. En Financial News Radio die heeft dat kavel verkregen met 6,1 miljoen als bod. Joost Zuurbeer is de eigenaar. En die heeft gezegd, nu we gaan toch geen nieuwsradio starten. We gaan nu met Giel Beelen gaan we Radio for All maken. Waarbij in feite een soort van elk uur een ander format. Of iedereen mag zich aanmelden voor wat dan ook. En dat wil hij dan in november/januari. Want op 1 december moet er iets worden uitgezonden. Anders dan je moet hem in gebruik nemen, staat in de voorwaarden. Dus ja, het is heel erg onduidelijk wat het nou precies zal behelzen. En hoe dat businessmodel in elkaar zit. Dit moet eindigen in een overname door een andere partij of in een drama. Want het is natuurlijk heel zuur voor BNR, hè, denk ik. Want ik denk, ze hebben natuurlijk echt wel die prijzen op ja, maar dat zie je nu wat anders. Per in die veiling. Nee, maar even, sorry. Die veiling opgedreven. Maar nu, als je dus nu begint met een heel nieuw merk, wat toch best wel een beetje onduidelijk format heeft, waarvan we denken dat het toch zal overlappen met bestaande dingen, daar moet je een heel nieuw merk bouwen. Daar moeten mensen naartoe, daar moeten mensen op gaan afstemmen. Die moeten gaan luisteren. Met die eerste 6 miljoen voor die frequentie, dat is veel geld. Het is geloof ik nog een half kavel ook eigenlijk. Hè? Het is 50% dekking. Het heeft maar 50% FM-dekking. En nu moet je een radiomerk gaan bouwen. Ja, die 3 miljoen heeft hij al moeten betalen, de helft. En over een jaar nog eens 3 miljoen. Ja, ik denk dat het voor die de tweede tranche betalen moet, dat er een andere wending is. Ja, in de radiomarkt wordt heel erg gespeculeerd over, heeft hij toch misschien van tevoren geprobeerd om dit te verkopen en is dat mislukt en nu moet hij wat? Ja, heeft hij geprobeerd om een transactie te doen met de transactie? Ja. Ja, ik vind het. En maar ja, ik weet dat DPG Media die wil dit niet hebben. In een gesprek dat ik gehad heb, zei de directeur tegen mij: wat moet ik met dat kavel, dat wat in licentiekosten al zoveel kost, dat ga je nooit rendabel maken. Nee, maar ik denk dat die 6 miljoen voor 50% dekking, je moet een merk bouwen, je moet een radiomerk. Wat zie je niet aan billboarding en werk van de Q-Music? De hele dag zie je overal abris en dingen. Joe nu ook gedaan. Joe ook, om die mensen maar naar dat station te krijgen. En dat helemaal vanuit niks bouwen. Ja. Wat er gebeurd is... Met Giel Beelen, wat overigens natuurlijk iemand is met een groot verleden, maar nou niet zoveel recente radiosucces. Hij heeft wel als presentator natuurlijk heel veel gedaan, maar niet als directeur en als maker van een heel radiostation. Dat is een ander verhaal. Want je moet zo'n radiostation, het moet niet alleen een format zijn. Bij dat format hoort ook een soort sound, zal ik maar zeggen. Hoort iets dat is totaal onduidelijk nu. Anders dan dat er meerdere formats naast elkaar als een soort salto, maar dan landelijk. Nee, maar dat is een salto als de lokale omroep van Amsterdam, waar dat gebeurt. Het lijkt er inderdaad bijna op dat dit een soort ad hoc beslissing achteraf geweest, om dan maar toch niet, hè, dus eerst gedacht hebben, nou, we bieden op die frequentie, die raken we wel kwijt. Dat gedaan onder de noemer, het wordt Financial Radio, waarvan iedereen dacht, nou, BNR dat gaat, maar dat gaat eigenlijk alleen maar omdat het tegen het FD aanstaat. Hè? Dus in die synergie werkt het, maar standalone is BNR een hele moeilijke case. En dan in die markt nog een keer beginnen. Ja. DPG Media en Mediahuis hebben helemaal niets gezien in nieuwsradio trouwens. Nee. In Nederland. Maar goed, wat er gebeurd is, ze hebben dus ook op het nieuwskavel geboden. Als gevolg daarvan moet BNR Nieuwsradio ook een behoorlijk bedrag betalen. En die is onmiddellijk aan het bezuinigen geslagen per 1 september. Ja, 10, 15 mensen eruit, heb ik zelfs begrepen. Ik heb vooral programma's gezien. Je hebt nu dat er zelfs in de middag herhaald wordt en niet meer live wordt uitgezonden.
Dat vind ik toch jammer van een nieuwsradiostation. Eigenlijk heeft het alleen maar tot uitholling van BNR geleid. En dat is eigenlijk het enige onderscheidende station. De Dutch Media Podcast. Elke twee weken in je favoriete podcast app. We gaan door met iets anders. Want wij dachten met z'n allen dat reclame voor online gokken toch echt een beetje voorbij zou zijn. Ja, het viel ons beide eigenlijk al op dat het niet zo is. Want niets is minder waard. De minister heeft eigenlijk een achterdeur opengehouden, zo blijkt. En dan kan het toch nog zo zijn dat je gewoon via website, via apps of andere manieren reclame kan blijven maken voor online gokken. Zelfs de publieke omroep AT5 doet dat. Nou, toen dacht ik, wat is hier aan de hand? Laat ik toch eens wat vragen stellen aan een paar mensen die dat beter weten dan mij. Hoi, met David, hoe werkt dat? Ja, de kansspelautoriteit heb ik benaderd in AT5. Nou, wat blijkt, als je dus, en ik heb ook de regels op nageslagen, wat blijkt als je met behulp van de best beschikbare technieken aantoont dat tenminste 95% van de personen die jouw medium gebruikt ouder is dan 24, ja, dan mag het gewoon. Dan mag je die reclames blijven. Ouder dan 24? Ja, 24 of ouder, ja. En de best beschikbare technieken, zijn ja. Heeft dat een certificaat? Ik weet het niet, het staat verder niet omschreven. Anders dan dat AT5 zegt van ja, wij zorgen met paneldata van GFK-onderzoek dat we ons aan de juiste leeftijdscriteria houden. We weten uit de radiomarkt hoe goed dat werkt, paneldata. Nee, goed, en bleken maar de helft van de luisteraars te zijn. Wat ik dan interessant vind, is dat de kansspelautoriteit zegt dan weer van ja, dat ligt dan bij de adverteerders, dus die kansspelaanbieders, ja, dat zij maar de juiste doelgroep moeten aanboren en aantonen. Iemand zei tegen mij van, die dat toe doet trouwens, van ja, dit krijg je natuurlijk als je geen totaalverbod doet. Dan krijg je uiteindelijk dat die reclames toch blijven met een rechtvaardiging. Ja, conclusie, er is goed gelobbyd. Kan je zeggen, ja. Op televisie is het lastiger, maar met alle digitale uitingen is dat misschien wel op deze manier te ondervangen. Ik zie bij SBS ook nog steeds veel boarding van Unibet volgens mij. Ja, sponsoring mag nog wel, hè, 2 jaar lang. Mag ik gewoon ook televisie doen? Als ik mag zeggen, op dat tijdstip kijken er alleen maar kijkers. Als je het kan aantonen. Is 95% van de kijkers 24 jaar of ouder? Ja, als je het kan aantonen. Je bent er stil van. Ja, ik vind het is. Dit zal vast wel weer in de Tweede Kamer terugkomen. Dit is natuurlijk. Er komen natuurlijk 2 soorten cijfers ergens over binnen een jaar of zo. Namelijk, is het aantal gokkende mensen toegenomen of afgenomen, ondanks of dankzij het verbod? En dan gaat deze discussie natuurlijk opnieuw oplaaien. We gaan het zien. Officieel persbericht of gewoon iets te klagen of te lekken? post@dutchmediapodcast.nl. Dan kan ik gelijk het bruggetje over naar het NMO kijkonderzoek. Ja. Dat is gestart, officieel. De eerste fase. En ze doen dat in 3 fases. Ja. En Kantar doet dat met nieuwe kijkkastjes. Straks, volgend jaar, is het ook de bedoeling dat internetvideo's en buitenshuis worden gemeten. Er wordt ook het internetgebruik van de mensen via een kastje aan de wifi-router wordt dan verbonden. Nou, dit is op zich allemaal redelijk bekend. Maar wat wel geleid heeft tot wat ophef, is dat de kijkcijfers, die hadden we altijd van gisteren. Ja. Dus volgende morgen 7:30 kon je weten wat er gisteren bekeken wordt. Want iedereen weet althans. En nu kan alleen zeg maar de mediabureaus en de zenders, niet producenten. Producenten, maar alleen bepaalde mensen hoor. Maar goed, die kunnen dat nog zien. Die delen het wel rond. Maken hun eigen staatjes, delen het rond. Of sturen het rond. Maar ieder ander, die moet een week wachten voor dat je die cijfers hebt vanuit de redenatie. Ja, alle terugkijk. We hebben natuurlijk de rel gehad. On-demand zaken, die moeten eerst verwerkt worden voordat we die definitieve cijfers kunnen presenteren. Was in het verleden ook, met dat verschil dat natuurlijk kijkcijfers van gisteren wel werden meegenomen. Nou, er is natuurlijk altijd wel iemand die denkt van, wat is nou de basis van dit idee? Dat een programma wordt afgekraakt omdat er weinig mensen keken? Is dat de frustratie? Dus er is op maandagavond een nieuw programma. Ja, het idee is, het is niet eerlijk om alleen maar naar gisteren te kijken als er nog 6 dagen lang teruggekeken kan worden. Maar waarom is het niet eerlijk? Omdat er nog 30%, zeggen ze, tot 30% bij kan komen in het aantal kijkers. Ja, dan publiceer je dan weer cijfers. Zeg je, dat nou, doen ze luister, ook. Ja, nou, maar ze zijn bang dat dan inderdaad programma's worden afgekraakt op basis van alleen gisteren. Maar wat ik er nog over. Ja, maar je krijgt nu journalisten die gaan schrijven,
Nou, we hebben de cijfers niet, maar ik kan me niet voorstellen dat er iemand gekeken heeft. Nou, dat laatste, daar heb ik dus op ingegaan. Nee, maar we hebben de cijfers niet. Er is dus iemand die er lekker tegenin gaat. Tina Nijkamp. Tina Nijkamp, inderdaad. En die zegt van, nou, ik heb de cijfers toch wel. Maak je niet druk, het wordt ook gewoon nog steeds naar mij gemaild. Als binnen al die bedrijven is er vast wel altijd wel iemand die denkt, nou weet je wat, Tina, alsjeblieft. Of wie het ook mogen zijn. Dus die is in eerste instantie is begonnen met dat te publiceren op Instagram. Daarna was ze even gestopt. En nu is ze toch weer elke dag, doet ze een top 3 of wat het is. Ze publiceert een aantal cijfers wel. Opvallende dingen, ja. Duitse geloof. Nou, daar is, dit is allemaal op initiatief, niet eens van het NMO zelf, maar van RTL Nederland, NPO en Talpa Network. Die hebben dat eigenlijk met z'n drieën gezegd van ja, dat moeten we niet meer doen, de kijkcijfers van gisteren. Er zijn zelfs kamervragen gesteld eind juli door de VVD. Dus die zijn nog niet beantwoord. Er staat op een lange lijst van kamervragen die nog beantwoord moeten worden. Maar goed, minister, staatssecretaris, sorry, demissionair is, die mag er nog wat van vinden, voor zover ze dat doet, want heel vaak met dit soort vragen, ik denk dat ze, daar vind ik niks van. Ik kan me niet voorstellen dat er een mediarechtelijke of wat dan ook voor soort verplichting is om ze bekend te maken. Het zijn een beetje de outputcijfers van een bedrijf als RTL of de outputcijfers van de organisatie NPO. En als zij die geheim willen houden, ja, je kan natuurlijk wel. Dan zal dat in wel. In theorie kan de staatssecretaris middels de prestatieovereenkomst, zou ze het op termijn kunnen verplichten dat het wel openbaar moet voor de NPO. Voor de andere zenders niet natuurlijk, maar wel voor de NPO-zenders. Dat zou ze in theorie kunnen doen. Maar niet dat het de volgende ochtend om 19:30 moet. Ja, dat kan ze verplichten als ze dat wil. Oké. Middels de prestatieovereenkomst, net zoals de NPO, een aantal andere best wel detailverplichtingen heeft. Ik wil graag een keer te gast in onze podcast iemand die echt heel erg voor die week vertraging is. En die moet dat maar, daar wil ik wel eens mee in gesprek. Dan moeten we Patricia Sonius bijvoorbeeld, de onderzoeksdirecteur van de NMO, uitnodigen. Ik vind het echt... Want het suggereert toch een beetje dat de kijkcijfers en de mening van de media over die kijkcijfers, dat die een programma kunnen maken of breken. Want die adverteerder, die rekent toch ook op termijn af. Zal ik maar zeggen? Dus die adverteerder, dat heet dan optimaliseren, die gaat dan gelijk de volgende dag op de slag van waar kan ik mijn advertenties goed wegzetten. Houden die informatie. Ja, daarom. Dus het gaat kennelijk alleen maar over de mening die tv-recensenten, de Angela de Jongs van deze wereld, dat die ervoor zeggen, nou, ik vond het niks en ik zag ook dat er maar weinig mensen hebben gekeken. Gaat het over die emotie? Blijkbaar. Ja, maar goed, aan de andere kant denken velen ook van ja, als je vandaag slecht scoort, dan is het niet dat je de komende 4 dagen ineens, van 100.000 ga je niet ineens 600.000 kijkers erbij krijgen. De meeste mensen kijken de eerste dag of de eerste 2 paar dagen. En dan is het. En sommige programma's worden helemaal niet of heel weinig teruggekeken. Ga jij een voetbalwedstrijd van 5 dagen geleden nog eens kijken? Ga je het journaal van 5 dagen geleden kijken? Nee, ik wil het graag begrijpen, maar ik begrijp het niet. De Dutch Media Podcast. Informatie en een mening met een bite. Odido. Het was even opletten voor sommige abonnees, begreep ik zelfs vandaag. Want na 20 jaar, of zelfs 26 jaar, bestaan T-Mobile en Tele2 in Nederland niet meer als merk. Het was heel geheimzinnig. Maar de eigenaren Apax en Warburg Pincus hebben dus gekozen voor Odido. Ze blijven gewoon met eigenlijk alle activiteiten doorgaan. Ook FC Utrecht wordt gesponsord, ook Team NL blijft gesponsord worden. Ze focussen iets meer op ongelimiteerde abonnementen. Deze naam. Ik ben geen heel radicaal wegdoen van het roze van T-Mobile en het zwarte van Tele2. Ik denk dat voor allebei die merken, voor Tele2 en voor T-Mobile, gold volgens mij dat ze op termijn, dat ze maar een beperkte termijn hadden na de overname. Die was wel langer dan 2 jaar. Dat hoor. Die precies nee, maar dat er zat een eind aan de termijn waarbinnen ze die namen mochten gebruiken nog. Ik begreep zo'n 5 jaar, dus dat is 2027. Dus, dat is toch een tijdje. Dan denk ik dat je, als je de ontwikkelingen in glasvezelmarkt ziet bijvoorbeeld, dat je niet anders kunt dan na een single brand strategy. Hè? Dus dat je dan, of de keuze was waarschijnlijk geweest. Ze zijn niet een single brand, want ze blijven doorgaan met Simpel en nog een merk. Je kon sinds eind 2020 geen abonnement meer nemen op Tele2 thuis. Het merk bestond nog wel. In uitfaserende vorm.
En wat ze nu dus doen is in één keer, in één klap... Ja, om 10:00 vanmorgen, dat deze podcast wordt opgenomen op 5 september. Ja, de website is weg van T-Mobile, dat is dat Odido geworden. Alles weg van wat T-Mobile en Tele2 was. Ja. Een onvermijdelijke dure stap naar voren gehaald in de tijd. Ja, ik vind wel, dat wil ik ook even bespreken, dat zij extreem bezig zijn geweest richting pers... Ja, dat begreep ik van jou. Ja, ja, ze hebben RTL Nieuws schrijft dat ze voor journalisten die werden uitgenodigd een boetebeding van €10.000 wilden laten ondertekenen als men naar buiten zou komen. Is het gebruikelijk dat je voor embargo's, zeg maar, dat daar boeteclausules in staan? Nee. Je zegt, normaal gesproken heb je een relatie met de vakmedia. En dan zeg je door, jongens, luister, je krijgt het, maar het is onder embargo tot. Ja. En dat is dan nog een soort gentleman's agreement. Ja. Daar zet je toch geen... Nee. Zoals bij een zakelijke overeenkomst... dat je een letter of intent of weet ik van een boet warm. Ik denk dat er iemand gewoon heel zenuwachtig geweest is... over een soort persmoment. En toen zijn ze in een kramp geschoten. Daar gooi ik het maar even op. Zo gaat dat soort dingen. Maar goed, ik wens ze veel succes met dit merk. Ze gaan in ieder geval heel veel geld uitgeven... bij luisteraars van deze podcast... met mediabureaus en met creatiebureaus. Want als je zo'n nieuw merk moet... Ja. Moet laden doen. Je moet alles van je busjes tot je pennen. Ja. Ze hebben onder andere briefpapier heeft bijna niemand meer. Maar... TBWA, Neboco hebben ze ingehuurd. Ze hebben Côte d'Azur en nog een paar andere ingehuurd hiervoor. Ik ben benieuwd wat het gaat doen. Wij nemen op over ongeveer 2,5 week. Ja, want we komen hiermee aan het einde van de 12e Dutch Media Podcast. De eerste van het tweede seizoen. Heb je vragen? Stuur ons een e-mail naar podcast@dutchmedia.nl. Wij zijn er over circa 2 weken weer. Tot dan. Tot dan, David. Bye.